Montero, een week na de nou, verloren halve finale tegen AZ, Dat moeten we dan maar even met rust laten. Maar je staat persoonlijk morgen iets voor je op het spel, of op het spel, dat heb je al gewonnen: de bronzen stier. Hoe fijn is dat? Ja, persoonlijk is dat uh, super fijn. Maar ik denk uh, dat iedereen sowieso ook uh, blij voor mij is. En uh, persoonlijk ben ik ook heel erg blij. En, uh, het geeft mij super veel vertrouwen. Dus dat is een uh, teken dat ik eigenlijk uh, goed bezig ben. Eigenlijk. De bronstier is een, ja, een onderdeel van de gouden stier hè, voor de beste speler van, van de eerste divisie. Wil je daar ook nog voor gaan? Tuurlijk uh, zou mooi zijn als ik dat ook zou kunnen winnen. Maar uh, eerlijk gezegd ben ik daar niet echt mee bezig. Maar het is wel wat als je dat dan uh, ook gewoon wint. Nou wordt het vanuit Cambuur ook gewaardeerd. Hè, want je contract is uh, gelicht, zoals dat zo heel mooi heet. Uh, ben je daar tevreden over? Of zeg je van nou ik ga daar eigenlijk wel wat meer uh, erbij willen hebben of zo? Ja, ze hebben uh, mijn optie gelicht. Maar uh, zelf uh, voel ik ook dat ik uh, klaar ben voor een stap hoger. Dus uh, het is allemaal afwachten gewoon. Je zou eventueel een stap hoger willen en dat kan met Cambuur of wil je echt naar een andere club? Ja, als, uh, als ik naar een andere club zou kunnen gaan uh, is dat ook voor mij mooi uh, om uh, extra dingen te leren dan bij een andere club bijvoorbeeld. En moet het dan in de eredivisie zijn of, uh, uh, of mag het ook buitenland zijn? Ja, het liefst in de eredivisie natuurlijk. Het liefst ga ik naar de eredivisie en uh, buitenland... Uh, daar denk ik later wel over na. Oké, nou, okay. nou uh, morgen in de basis weer tegen uh, Den Bosch, Tenminste, dat vertelde de trainer. Uh, daar verloren jullie met uh, 3-1. Maar dat had ook bij de rust met 6-0 uh, moeten zijn, volgens mij. Uh, vo speelt er dan ook nog een bepaalde revanche-gevoelens uh, richting Den Bosch Of bekijk je die wedstrijd op zich? Ja, ik kijk die wedstrijd gewoon op zich. Uh, sowieso een revanche. Ik denk dat we, dat, uh, dat we wat uh, goed te maken hebben. En uh, vooral uh, morgen spelen we dan thuis. En uh, ja, ik denk dat we deze uh, wedstrijd gewoon moeten pakken. Belangrijk voor de stand, als je deze wint en maandag ook tegen OS, de Brabantse ja, clash eigenlijk. maar. Die, normaal zijn ze altijd tegenstanders van elkaar. Uh, mocht je dit weekend zes punten pakken, ja, dan kan die vijfde plaats eigenlijk ook al niet meer missen. Hè? Zeker, zeker. Ik denk dat we het morgen gewoon moeten, moeten winnen en maandag ook gewoon. We zitten in een goede flow, dus het moet wel goed komen eigenlijk.